Deze afleveringen zijn onderdeel van livestreams. Zo kan het over onderwerpen gaan van een tijdje geleden. Wil je live meekijken of de video's volgen en vooruitkijken? Ga dan naar twitch.tv/spooky1611. En dat was de laatste dag van de transperiode. En dat betekent dat we naar de tweede helft van het seizoen gaan. Dat Jansen, Anko Jansen, Kamara Bos, Kimbo, Kyung enzovoort allemaal bij ons team blijven. We krijgen een salarisbudgetbonus van 520.000. Oh, salarisbudget, yes. Oh, dat had ik echt niet verwacht. Dat had ik niet verwacht, maar dat is heel fijn. En dat betekent dus dat dat allemaal is gefaald. Sommige dingen succesvol, dat is gefaald. Kamara Bos is gefaald. Maar ja, dat hadden we wel kunnen verkopen, maar hadden we gewoon geen tijd voor, weet je wel. Want je hebt die uurtjes. En dat betekent dat we eventjes naar gameplay gaan. We moeten natuurlijk de team spirit wel behouden. Maar ik verwacht dat Koopmeiners er zo in kan, hoor. Gaat van 74 naar 73. Ja, Bijl, dat wordt toch echt Koopmeiners. Maar, gaat Bijl dan hier staan op de plek van Ben Moussa? Ik denk dat we dat gaan doen. Maar Bijl kan niet op CMF, dus dat worden dan twee DMF's. Nee, dat vind ik niet zo fijn. Dit is een nadeel voor Bijl. Maar Bijl komt hier gewoon bij. Nee, Bijl die komt hier bij. Want Caligari is jong. En ik wil hem graag gebruiken omdat hij goede passing heeft. En Bijl, ja, nee, Bijl, nee, ja, dat moet wel zo. Bannink, die ga ik wegzetten daar. Want Bannink, die doet het heel slecht. Onze 69. Dan hebben we Bustos. En Bustos is sowieso iemand die hier gaat staan voor Marines. Niemeyer deed het toch niet zo goed als dat ik dacht. Dus die staat daar in de reserve. Deze Moreno. Hey, ik ken gewoon letterlijk zijn player dingetje van Flamengo. Deze Moreno mag hier. Even kijken hoe dat. 69. Ja, die moeten wel eerst even inkomen. En dan hebben we als CB's hebben we wel een beetje een probleem nog altijd. Ja, we hebben een flink probleem als CB's. Alhoewel deze Siekman, de Youth Prospect. Het zijn hele slechte CB's, maar beter dan de Yangberts. Ja, zo wordt dat. Zo gaat dat gebeuren. Perfect. Helemaal perfect. Ik had verwacht dat ons teamspirit helemaal naar beneden gaat. Maar eigenlijk hebben we niet superveel gedaan. Vergeleken wat we normaal doen. Bakker is nog steeds in training. Duurt 30 dagen. Nog 12 dagen remaining. En we gaan onze squadnummers even verplaatsen. Bustos krijgt nummer 19. Pedersen die heeft nummer 9. Maar nummer 9 gaat naar Z-Turbo. Pedersen gaat met pensioen. Dus die krijgt de tweede helft van het seizoen dat. Bustos nummer 19 is goed. Ricardinho nummer 36 voelde hij zich fijn bij. Dus dat houden we ook. En dan hebben wij Koopmeiners met nummer 18. Dat vindt hij ook fijn volgens mij. Dat is volgens mij een standaard nummer een beetje. Eigenlijk staat dit ook helemaal goed. Ja, dit staat ook helemaal goed. Normale training. Ja, dat zijn gewoon al die dingen. Hè. Gebalanceerd, goalpoacher. Dat is allemaal goed. Zijn turbo is gebalanceerd. Wie weet kunnen we hem een stijltje aanleren. Fox in de box stijltje. Dan gaat alleen zijn passing wordt niet geüpdate. Maar wel veel kans dat zijn weak foot accuracy nu geüpdate wordt. Want dat is nieuw dit jaar. Forum, injury en weak foot accuracy kan natuurlijk geüpdate worden. Jezus, dat was een nieuwe update. Dat is zo fijn. Eindelijk kan je iemand zijn weak foot accuracy verbeteren. Dat hij meer tweebenig wordt. Niet zijn usage. En ook zijn injury resistance. En zijn vorm. Ik was vergeten dat je iemand zijn vorm kan upgraden. Bij Target Man. Ik denk dat ik hem Fox in de box eerst even ga leren. Maar hij moet ook betere passing krijgen. Dus later verander ik wel zijn training settings. Alleen dit is wel slim. Want op snelheid hoeft het niet per se. En die Moreno trouwens, dat is een prolific winger. Even kijken wat dat doet.
Doe die maar gebalanceerd. Hij heeft al de playing style prolific winger, maar doe maar alle stats gewoon lekker omhoog. Gebalanceerd. Toch nog één keer kijken. Even nog één keer kijken. Wie? Ja, dat is ook prima. Dat is ook prima. Het is niet dat degene zonder pijltjes dat niet geüpdate wordt, hè? Oké, ik ga er gewoon nog eentje doen. Speciaal voor jullie. Ik ga er gewoon nog eentje doen met de nieuwe spelers. Let's do this. We hebben wat nieuwe spelers erbij. We hebben wat spelers verkocht. Het is tijd om met Koopmijners en om met Bustos en Moreno om het te gaan doen. Nog één potje. Toch nog één potje. Ja. Het allerlaatste potje. Dat wel, hè. Dat wel. Dit is eigenlijk het allerlaatste potje. But I'm feeling the hype. En het is misschien wel een te erge cliffhanger. Oh god, we moeten in het afvalstadion van AZ spelen ook echt. En het regent echt keihard hier in Alkmaar. Ja, dit is het echte AZ-stadion. Ook even geïmporteerd. Ja. En daar hebben we Koopmijners van AZ. Oh, Koopmijners van AZ. We hebben hem aangekocht. Nou, het afwasstadion noem ik het normaal. Ik vind het echt een klein stadion van AZ. Dit is hoe het staat bij AZ Alkmaar met Boadu, Camilo, Rotario, Maher, Bergsma, Micho. Oh shit. Afwasstadion dacht ik altijd, ja. Dat zeg ik. Zo noem ik het ook. Oeh, Gronsveld heeft al geel. Ik vind dit een mooie formatie. Ik vind dat we wel mooi aan het craften zijn, dit team. In de hoop voor goede dingen. Ja, het afvalstadion in Alkmaar. Daar gaan we dan. There we go. Kunnen we AZ verslaan? Dat zou toch mega zijn. Ja, Boadu en zo, dat zijn wel echt goede spelers. Die Ricardinho, jongens. Zo kleinvoetig. Dat is fantastisch. Camara. Even terug. Oeh, zie daar. Camara. Is er langs. En is er helemaal langs. En schiet hem tegen de paal. Oh, Camara, dat had beter moeten. Welkom in het afwasstadion. Dat had beter moeten. Jammer dat Camara niet zo hoge finishing heeft, maar... Hij had wel de snelheid. Oeh. Hoogballetje. AZ goed bezig. Hier is de back. Bakker. Camara. Ricardinho komt daar niet op tijd. Kaflan. Camara. Oef. Ricardinho. Oh my god. Bijna. Nee, net iets te scherp. Hij had wel weer die hele snelle handeling. Ricardinho kan ons nog veel plezier bezorgen in deze tweede seizoenshelft. Emmen doet goede zaken met het kleine budget dat ze hebben. Z-Turbo. Ricardinho, wat een mooi balletje naar Anko Jansen. En dan Z-Turbo. 50-50. Z-Turbo, minder handelingssnelheid kwam er dus minder snel bij. Hier is Camara. Oh, Camara. Naar Ricardinho. Gronsveld. Pakt hem op. Ricardinho wordt weggehaald. Camara. Heeft hem niet. Koopmijners. Heeft hem wel. Met een paasje naar Z-Turbo. Maar dat wordt weer afgepakt. Jammer. Koopmijners. Wat sterk daar. Daar gaan we meer van zien hoor. Van Koopmijners. I believe so. Dat is weer een whole nother level wat Koopmijners daar laat zien. Uh-oh, dat was niet zo goed. Anko Jansen heeft er problemen mee en valt op de grond. Gronsveld, Koopmijners, wat een guy. Z-Turbo. Oh, wat mooi er tussendoor. Anko Jansen, lukt dat? Dat lukt. Houdt hij wel binnen? Dat houdt hij. Z-Turbo!
Eén voordeel bij AZ, ze doen wel de afwas voor je. Ja, misschien is dat gewoon het dingetje van het afwasstadion. Self-service. Oh nee, dan doe je het juist zelf. Ja, AZ dit keer even wat rustiger in tempo. Oh, Boadu met een mooi balletje hoor. Dat doet hij goed. Gaat mooi over de flank. Voorzetje, Bakker. Die gelukkig blijft. Bakker die heel gelukkig blijft. Bij dit team, dit jaar. Daar was de manager Nien Kemper heel blij mee. Kamara mag maar door. En die combineert weer met Ricardinho. Hier is Kavlan. Met een voorzet. Oh, een omhaal! Het zou het zijn als Zet Turbo de omhaal deed. De nieuwe nummer 9. Dit is een hele goede replay. Custom stadion. Sommige replaycamera's kapot. It happens. Ik weet niet waar die cameraman zich heeft gestationeerd. Maar hij heeft geen goed beeld. Just Alkmaar thinks. Oh, Kamara, wat lekker. Ricardinho, slechte aanname. Bijna weer de bal, omdat hij natuurlijk ook balwinning heeft. Zet Turbo gaat niet lekker. Boadu krijgt de Rayo vibes terug. Oeh, Kamara valt, want het regent. En AZ probeert weer rustige tempo te maken. Gewoon even het tempo heel rustig te houden. Ze blijven maar voetballen. Ze zoeken de ruimte. Maar Emme is goed aan het lopen. Koopmeiners had hem daar bijna. Ze blijven maar in balbezit. AZ wil de bal nu hebben. En dit doen ze wel heel goed. Mooi balletje. Naar de flank. Komt daar de voorzet. Grotsveld had hem. Abenya doet hem weg. Maar die komt toch weer bij iemand van AZ. En daar is een mooie schotkans. Maar daar is Kiel Scherpen. Boadu met het schot. Scherpen weet hem te houden. Gelukkig maar. Goeie volley. Maar een beetje onaccuraat. Slecht gedaan uiteindelijk. Hashtag just Alkmaar thinks. Ja, precies. Z-Turbo. Slecht. AZ heeft hem alweer. Koopmeiners. Anko Jansen. Anko Jansen heeft de snelheid. Komt daar niet. Wordt weggehaald. Ron Vlaar. Kamara. Ben Moussa komt ertussen. Koopmeiners. Linkspoot. Even voor mezelf om te onthouden. Kamara. 0 minuten komen erbij. Dus dit is de laatste aanval met Kavlan. Kavlan mag door. Kavlan met een voorzet. Z-Turbo komt er niet bij. Anko Jansen kan hij niet binnenhouden. Het is wel regenachtig. Dus dat betekent dat hij wat sneller stopt de bal. Weinig ruimte hier voor Grotsveld. Grotsveld komt er toch langs. En schiet. Oh, had hem dan gemaakt, Grotsveld. Jesus Christ. Hey Brian, gaat lekker man. Oh man. AZ heeft daar veel geluk. Dat onze skills niet zo hoog zijn. Moreno komt er nu al in. Anko Jansen. En nu Moreno. Heel snel. Goede kicking power. In de 80 gewoon. Volgens mij tikt niemand dat aan. Moreno tikt dat aan. Bustos die tikt dat natuurlijk aan. Die heeft gewoon 86 kicking power. Dat is echt een pro knaller. Jemig. Maar het is toch echt in deze belangrijke wedstrijd. De eerste wedstrijd voor Moreno. Aan beide kanten snelle spelers. Dat is wat de manager denkt. Dat dat heel succesvol gaat worden. En hier hebben we Moreno. Met de voorzet. Ricardinho. Moet toch maar weer even terug. Uiteindelijk hebben we hier Kavlan.
Kaflan, wat mooi! Kaflan er doorheen! Kaflan met een voorzet! En zijn turbo mist hem alsnog, omdat Ron Vlaar ertussen komt! Klote Vlaar! Ron Beton komt op het allerlaatste moment tussen. Koopmijners 76 vrije trappen, nice. Ricardinho. Nu dan, Camara. Kopt hem ook naast. Oh, joi. Wat een drama hero. Wat een drama hero. Emme loopt echt goed te voetballen hoor, tegen AZ. Dit is weer een stuk makkelijker dan Heerenveen. Dat komt omdat ik weet hoe AZ speelt. En dit valt best wel onder controle te houden met de spelers die wij hebben. En AZ die blijft maar rustig possessievoetbal spelen. Ook nu, zoals je daar ziet, zelfs de keeper doet dat. Gewoon rustig pasen, aan de bal blijven. Terwijl onze Johnson in de ploeg is geworden. Gekomen. Wauw. Ja, mijn speech is helemaal weg. Zet Turbo. Ron Vlaar. Maar Zet Turbo heeft hem nog. Nee. We konden daar niet kappen. Dat hadden we niet moeten doen. Johnson. Oeh, Moreno. Maar kan hem helaas niet meenemen. Moreno wel echt snel hoor. Misschien nog wel sneller dan die anderen. Die we hebben aangekocht de vorige keer. Goeie balwinning van Ricardinho. Zet Turbo. Goed erlangs. Moreno. Ricardinho. Ron Vlaar. Again. Grondsveld. Oh, Zet Turbo met een omhaal tegen het hoofd van een van de verdedigers. Koopmijners, Zet Turbo, Ricardinho. Bijna naar Koopmijners. Komt een Ian en Moreno komt er ook niet bij. Oh, AZ, you lucky possession game voetballers. Mooi meegenomen, maar niet mooi genoeg. En een overtreding. Oké. Goed, Ben Moussa. Maar dan is er niemand. Oh nee, tegen het hak. Oh my god, het gaat nu ook weer even... Helemaal niet. Tegen het hakkie. Oeh, Grondsveld. En nu hebben ze een kans. Voorzet. Maar Kjell Scherpen, wauw. Kjell Scherpen doet dat heel goed. Kaflan, Zet Turbo, Ricardinho, naar Moreno, Moreno. Wat een snelheid van Moreno. Kijk dan hoe goed hij er langs is. Moreno, met een voorzet daar. Zet Turbo! Ja! Go! Yes, come on. Ik ga deze keer ook halen, man. Speel normaal 4, maar ziet er goed uit. Ja, maar dit is wel een volledig gemodde versie van deze game. Vergeet dat niet. Heel veel is gemod. Basically alles bijna. Ja, we gaan niet kunnen zien hoe we dat deden, maar... Zet Turbo werd daar gevonden door Moreno, hè? Onze nieuwe guy. En zo maken we toch weer een doelpunt. Come on. Oh, ik ben zo blij, man, met dit Emmen. Het zijn zulke slechte spelers, maar we kunnen gewoon goed ermee spelen. Dat maakt het zo cool. Dat ga ik niet in een interview zeggen. Dit is off the record. Dat heb niemand onthouden wat ik nu zei. Dat ga je niet in een interview zeggen. Van ja, mijn spelers zijn slecht. Maar mijn team tactics en zo zijn goed. Ja, boah. Dan word je kapot gemaakt in real life voetbal. Oh nee. Een schot van ver. Ja, dat is niet zo goed. Hier is Kaflan. Camara, Zet Turbo. Camara, mooi naar Kaflan. Geweldig gedaan. Kaflan ziet daar Moreno. Gaan we het gewoon proberen? Moreno. Oh, wat? Moreno kwam daar gewoon aan. Jezus, Moreno speelt een geweldige wedstrijd tot nu toe. Moreno, onze nieuwe aankoop van Flamengo. Nadat Slagveer wegging voor echt een recordbedrag. Emme heeft gewoon mega zaken gedaan in de transferperiode. Helemaal met Koopmijners. Koopmijners gaan gewoon
Mochten we nog een tweede seizoen Emmen doen, dan gaan we Koopmijners gewoon opkopen. Zo cheap. Oh, Ricardinho. Wat? Zo! Hey, dat mag niet. Wat is er aan gemodderd dan? Ja, alles, basically. Zelfs de shirtjes zijn gemod, ook al heb je dat ook in PES. Maar het zijn betere versies van de Eredivisie shirtjes en ook logo's. En je ziet het AZ-logo in de nummers en zo. Dat heb je niet standaard. Maar dit hele stadion bestaat niet in de game. Gameplay is volledig gemod. Ja, elk schoentje wat je ziet is volledig gemod. De chants op de achtergrond zijn gemod. Alles eigenlijk. De manier hoe... Ja, alles is gemod. Die gaat in de 16. Nee, dat was perfect. Op zijn turbo. Moreno houdt de bal niet. Moreno dit keer aan de andere kant. Oh, het is toch gewoon Camara. Laat maar. Ik dacht dat Moreno was. Ze lijken zo op elkaar. Dat is best wel racistisch. In zekere zin, maar helemaal niet racistisch bedoeld. Dus ik maak het racistisch. Dit is Adem Maher met een waarschuwing. Nou, dat vind ik onterecht. Raakt hij de bal? Nee. Hij mist de bal. Ja, hij slijt volledig op mij in. Oh, en dan is het tijd. Om te slayen. Tegen iemand zijn kop aan schieten bedoel ik. Vindt ze turbo beter met nummer 9 dan 39? Ik ook. Kaflan. 90ste minuut. Camara wordt weggekopt. Oké, nu komt er een trucje. Wat een interception. Laat maar met dat trucje. Koopmijners moeten nu wel bij. Dit trucje gaat fout. Dit trucje gaat zo fout. Ik zag hem echt erin vliegen. Dus daarom was het in mijn hoofd veel grappiger nog. Omdat hij helemaal afzeilde van B. Johnson. Oh, van Rijn en Idrisi speelde ook op de laatste moment. Ricardinho verdient nu wel nummer 10, de oude meester. Misschien wel, ja. Emme. 35 punten. 6e plek. Natuurlijk 9e plek. Oh nee, dat is nu wel fijn. ADO Den Haag 9e met 28 punten. Wij 35 punten. We doen het goed. We doen het goed. We moeten in de top 9 komen. Ik ben benieuwd wat de manager eigenlijk vindt. We hebben bij Missions zien we nu zijn trust. Hij heeft 42% vertrouwen. Oh god. Hij heeft nog minder vertrouwen dan eerst. Ik hoop niet dat we ontslagen worden, want ik wil graag dit seizoen wil ik afmaken. Squadnummers kunnen niet meer. Oh, dat is leuk dat niet elke tijd kan dit jaar. Maar dat was hem voor vandaag.